Lexus heeft als grote wereldprimeur hier in Genève de CT200 hybride onthuld. Een model wat alleen als hybride verkrijgbaar is. Een grote wereldprimeur, heel belangrijk voor Lexus natuurlijk. Guido Rozenkrans, de PR-man van Lexus in Nederland, die weet ons meer details te vertellen. Ja, het klopt dat dit is een auto in het C-segment. Lexus heeft zich nog nooit in dit segment bevonden. Dus we gaan voor de eerste keer een bredere doelgroep aanspreken. Weliswaar is het een premium auto in het C-segment. En die auto die heeft bijvoorbeeld ook straks 14% bijtelling. En dat is natuurlijk voor zakelijke rijders heel erg interessant. Ja. Kun je iets zeggen over de aandrijving? Hoe zit de motor in elkaar? Kun je bijvoorbeeld ook elektrisch rijden, puur elektrisch? Nou, over de aandrijving, de details daarover, die zijn allemaal nog niet bekendgemaakt, omdat de auto pas begin volgend jaar op de markt gaat komen. We weten in ieder geval wel dat het natuurlijk een hybride, een full hybrid is. En een full hybrid betekent dat je ook hele stukken tot en met 45 km per uur volledig elektrisch kunt rijden. Dat betekent dat je ook helemaal geen uitstoot hebt. Ja, er staat hier één model achter ons, dat is een soort touringachtige auto, een station wagon. Is dat ook het enige model dat er is of komt er ook nog een sedan of andere versies? Nee, we hebben heel goed gekeken naar de Europese markt, want het C-segment groeit in Europa. We zien dat vijfdeurs C-segment auto's erg populair zijn. En deze hatchback combinatie met vijf deuren is vooralsnog in ieder geval het enige model wat we in Europa op de markt gaan zetten. Lexus scoort met zijn hybride modellen heel goed ook in de bijtelling in Nederland. Dat geldt ook voor deze auto. Geldt ook voor andere modellen zoals de RX450H. Hoe zit dat precies? Nou, het nieuws van de RX 450 Hybrid is dat we nu ook een tweewiel aangedreven versie op de markt zetten. Daarvoor hadden we al een vierwiel aangedreven versie. Het interessante van die tweewiel aangedreven versie is dat die slechts 140 gram CO2 uitstoot. En daarmee is het de enige crossover SUV in de markt die maar 20% bijtelt. En dat is een hele scherpe aanbieding voor zakelijke rijders. Ja, jullie willen je echt presenteren als hybride merk ook? Ja, absoluut. Wij hebben nu vier full hybrids in onze totale gamma. De nieuwe wereldpremière zal uitsluitend als full hybrid op de markt gezet worden. En wij willen ons absoluut daarmee profileren, want wij denken dat hybride technologie de komende jaren de toekomst heeft. Nou, we zijn benieuwd hoe dat verder gaat, Guido. Reuze bedankt. Graag gedaan.